Gaat gang, meneer Berlijn. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voorbedurend op wat de heer Broeders net al eigenlijk aangaf. Kijk, gezien de mogelijke lange duur en de hoge kosten van juridische procedure om het eigendom van de percelen van het stadhuis terug te verkrijgen, heb ik een tweetal vragen. Heeft de projectontwikkelaar een poging gewaagd om eerder met u in gesprek te gaan om eruit te komen? Of was het gelijk, we gaan naar de rechter voor een kort geding? Dat was de eerste vraag. Nee, dat hangt af van het antwoord. Meneer Broeders, alstublieft. Wij zijn dit is al een heel langlopend dossier, zoals u even goed weet als ik. Wij zijn sinds, even uit mijn hoofd hoor, orde van grootte juli vorig jaar hebben we maar eens contact opgenomen van goh, begin 2024 loopt de termijn die u gegund is af. We zien nog eigenlijk verrekt te weinig gebeuren. Komt er nog wat van? Sindsdien zijn we met elkaar in gesprek geweest. En keer op keer werd van de kant van de ontwikkelaars aangegeven. Ja, het plan zoals het er nu ligt, is eigenlijk onuitvoerbaar. Want marktontwikkelingen, bla bla bla. En wij hebben, ik heb zelf ook een aantal keren die gesprekken gevoerd en steeds aangegeven. Nou, we horen u dat zeggen, maar het is natuurlijk het is in een aanbestedingsprocedure is u het gegund. De erfvoorganger natuurlijk, want er zitten een andere partij inmiddels aan tafel. Dus wij kunnen niet zomaar aan het eind van de rit de spelregels veranderen, want er zijn meer partijen die dan eventueel aanmerking hadden kunnen maken om dit project te verwerven. Daar is een hele tijd discussie over geweest en op enig moment hebben wij geconstateerd dat er komt geen beweging meer in. Dus hebben wij het contract ontbonden en gezegd, want dat kon ook gewoon contractueel, want het contract liep gewoon af en er was niet geleverd, er was niet baan aan hetgeen wat in het contract stond. Dus hebben we het contract ontbonden en hebben gewoon teruglevering geëist. Dat hebben ze niet gedaan, daarom zijn wij in kort geding naar de rechter gestapt. Dus er zijn heel veel gesprekken over geweest. Maar we hebben niet gedaan wat de ontwikkelaar wilde. De rechter geëindigd. Is dat een antwoord op een tweede vraag die u wilt stellen? Vervol 1a dan nu. Nou ja, tweede vraag. Dus heeft de projectontwikkelaar wel een alternatief plan gepresenteerd om te kijken van hoe we er wel uit kunnen komen? Want dit duurt nu al best wel heel lang en een hoger beroep gaat ook zo weer een jaar duren. Minimaal. Uw minimaal is, dat klopt niet, het is een hoger beroep. Dat is een korte procedure wanneer het op het kort geding ziet. Het is geen bodemprocedure, dat is wat anders. We kunnen eventueel ook nog in een bodemprocedure lopen. Dat duurt inderdaad wel een jaar, maar een kort geding kost maximaal 2 maanden, is de inschatting. De ontwikkelaar heeft een ander plan gepresenteerd. Nou nee, eigenlijk geen ander plan gepresenteerd. Die zegt nu in één keer, ja, we gaan het toch uitvoeren. Dat is wat ze nu gezegd hebben. Eerst was de hele tijd, we kunnen het niet uitvoeren. En vlak voor het sluiten van de markt, lees voordat we naar de rechter gingen, 2 dagen daarvoor ongeveer, hebben ze een plan gepresenteerd. Hebben ze gezegd, nee, we kunnen het toch in één keer uitvoeren. Conform datgene wat in de afspraken stond, namelijk winkels en woningen. Ik moet het nog zien, maar we hebben het uit kunnen gaan voeren. Dus er ligt geen alternatief plan, er ligt gewoon het oude plan waarvan zij zeggen, en nu gaan we het wel uitvoeren. Maar even dat ik het goed begrijp. Dus ze willen nu wel uitvoeren, maar wij gaan dan wel naar de rechter. Zij zeggen dat ze het gaan uitvoeren. Ze hebben jarenlang het niet uitgevoerd. Vervolgens hebben wij gezegd, u moet het plan uitvoeren. Dan hebben ze de hele tijd gezegd, nee, we voeren het niet uit. En vlak voordat wij naar de rechter gingen, toen we dat al hadden aangekondigd, wij het contract al hadden opgezegd, hebben ze gezegd, nou nee, oh nee, wij zien toch kans om het uit te gaan voeren. Hoe geloofwaardig acht u dat? In ieder geval is het in strijd met het contract en daarmee met de afspraken die we in het verleden hebben gemaakt. En eerlijk gezegd, ik geloof er geen bal van.
Nog één vraag, meneer Berlijn. De rechter vond het wel geloofwaardig. Nee, dat is... Dat, sorry, voorzitter. Nee, zo doen we het niet. Dat is niet wat de rechter heeft gezegd. De rechter heeft niet gezegd dat het geloofwaardig is. Die heeft alleen gezegd, het was een kort geding, dat hij het niet opportun achtte om in kort geding daar een uitspraak over te doen. Dat is heel wat anders, meneer Berlijn. Oké, okay, nou de allerlaatste vraag eigenlijk op dit puntje was, dan skip ik wel die derde, is van bent u dan bereid om via een mediator vanuit het taskforce team woningbouw van het Rijk gebruik te maken? Dat is een gratis mogelijkheid. Ik vraag dit puur om gewoon de lange procedurele kosten te voorkomen en wij als, ik tenminste als inwoner van Medemblik, weer minimaal twee, drie jaar moet kijken naar een leeg pand. Waar niks gebeurt. Nee, daar is het college niet toe bereid. We hebben een hele duidelijke positie ingenomen. Uw raad heeft een positie ingenomen. We hebben contracten afgesloten met elkaar. En daar proberen we nu partijen aan te houden. En wat wij nu zien is onze contractpartij die zich gewoon niet aan zijn contract houdt. En ik hou ervan om partijen wel aan hun contracten te gaan houden. Dus mediation zie ik geen enkele heil in. De rechter heeft het ons ook gevraagd in de rechtszaal. En we hebben allebei gezegd dat dat niet ging werken. Oké. Okay. Dan sluiten we de politieke vragenronde af en gaan we naar de tweede termijn, de mening.